De confronterende expositie Lukudin in Idin Ai van kunstenaar Kenneth Beker is gisteren onder grote publieke belangstelling van start gegaan. De expo wordt gehouden in de hal aan de Grote Kombeweg. In de expositie wordt aandacht besteed aan de 15 slachtoffers van de decembermoorden in 1982. Voordat de expositie naar Suriname kwam, was het gedurende 2 maanden te zien in het Amsterdam Museum als onderdeel van de tentoonstelling Zwart Amsterdam. Kenneth Beker heeft de pasfoto's van de 15 slachtoffers ingekleurd en uitvergroot. Hij tracht hiermee op kunstzinnige manier de geschiedenis van een prachtig land weer te geven. Daarnaast laat hij ook het verval zien van een prille, fragiele democratie en van een bevolking die haar morele kompas lijkt te zijn kwijtgeraakt. Sunil Umrao Singh, voorzitter van Stichting 8 december 1982, zegt dat de expo de discussie over mensenrechten in Suriname levend moet houden. Mensenrechten zijn er om ons te beschermen tegen de macht van de staat. Betekent dat de mensenrechten-issue altijd onder de aandacht van de samenleving gebracht en gehouden moet worden. Daarom hebben wij getracht op elke manier mogelijk de mensenrechten-issue in discussie te houden in Suriname. Dit is zo'n moment, een manier van ons uitdrukken hoe belangrijk het is. Wij hopen dat het bewustzijn bij het Surinaamse volk bij het bezoeken van deze expo vergroot, verhoogd zal worden en dat men inspiratie kan putten om de mensenrechten in ons land in elk geval te versterken, te beschermen en verder uit te dragen. Tot zover Sunil Umrao Singh, voorzitter van Stichting 8 december 1982. De confronterende expositie Lukudin in Idin Ai is gisteren onder grote publieke belangstelling van start gegaan. In de expositie wordt aandacht besteed aan de 15 slachtoffers van de decembermoorden van 1982. De tentoonstelling duurt tot en met woensdag 14 december.